Yo mensen, welkom bij een gloednieuwe video. Enkele weken geleden zijn een collega en ik op een roadtrip naar Frankrijk geweest. En dit avontuur krijgen jullie in deze en komende vier video's te zien. Deze video's zullen in een nieuwe stijl verschijnen. Meer muziek en ook een andere kleur, zoals deze. Ons avontuur begon op een zaterdagochtend en beginnen deden we met een verlaten fort. Dit fort heb ik niet gefilmd onder de eenvoudige reden dat ik enkele weken geleden met andere YouTubers ook dit fort heb bezocht. En daar krijgen jullie nu enkele shots van te zien. Yo mensen, welkom bij een gloednieuwe video. En vandaag ga ik naar een verlaten fort daar links achter mij. Dat waren dus de shots van het fort. Hopelijk viel het toch wat mee. Vergeet zeker niet te abonneren op hun kanaal. Het staat in de beschrijving. Road to DK. Ze maken ook vette video's, dus zeker liken. En dan kunnen we nu overgaan naar ons echte avontuur. Richting de satellieten. Het is nog altijd aan het regenen. En we zijn onderweg naar een groot satellietenpark. Er zouden 5 satellieten staan. Maar de boel wordt goed beveiligd met draad. Dus we zien wel. Ja. Dus we staan hier op dat domein achter mij. We hebben een fucking grote satellietschotel. Dat gaan we nu nog weer op. We staan hier achter mij. Mijn fantastische satelliettoren. Daar moeten we natuurlijk op. We hebben grapjes overal. Dus we gaan een knap boven. Fucking avontuur. We staan op het hoogste punt van de satelliet, maar we gaan nu een keer naar de kantoren bouwen. Shit, druppels er echt op. Daar zo beneden. Dus we gaan weer de afdaling inzetten. Jij weer eerst? Ik ga hier. Oeh, fun. Het is volgens mij gevaarlijker weer. Hey, hallo YouTube. Mijn naam is Jens. Ik ben special guest. Thank you.
lijkt me wel logisch inderdaad, die conciërge, dat hij niet betaald wordt, dat hij er ook niet om geeft. Het is dus een oude Belgische satellietcentrale, die na zoveel jaar is overgenomen door een Indisch bedrijf, maar die zijn in 2016 failliet vergaan. En nu ligt het er hier zo bij. Het schijnt dat er hier nog conciërge woont, maar die trekt er niet heel veel meer van aan. Op de serverkamer na waren er ook nog een tal van kantoren met bijhorende computers, een compleet ingerichte cinemazaal waar alle mogelijke projecties en diavoorstellingen konden worden afgespeeld, wetenschappelijke opstellingen en nog zoveel meer. Eerste urbex-locatie van de dag. Slaagt. Nu snel naar Notto, want het traint nog altijd. En dan gaan we door naar de volgende.